Dunja, jij hebt gezocht naar een hospitalisatieverzekering, eentje die goed aansluit bij jouw profiel. Wat zocht je precies en wat is er uit de bus gekomen? Ik heb eigenlijk vooral op drie bepaalde aspecten gekeken. In de eerste instantie prijs, dat is iets waar we de dag van vandaag natuurlijk allemaal mee bezig zijn. Het tweede was de vrijstelling die er is, want ik heb een jaar gehad onlangs waar ik 3 keer per jaar ben opgenomen. En dan merk je toch wel dat dat belangrijk is als je elke keer die vrijstelling moet betalen. En dan ten derde ook of ik een mogelijkheid had om een kamer alleen te kunnen krijgen, omdat ik het wel fijn vind om na een zware operatie of zo toch mijn privacy van de kamer te hebben. En dat was toen niet het geval bij mijn huidige verzekering. Dus die drie zaken heb ik vooral onder de loep genomen. Oké, en Anne, wij hebben een alternatief kunnen voorstellen dat iets een betere dekking biedt, dat ook iets goedkoper is. Leg eens uit. Dat klopt. Wij hebben inderdaad voor jou eigenlijk jouw profiel ingegeven in onze koopwijzer. En wij kwamen op een andere hospitalisatieverzekering uit, die eigenlijk een veel hogere globale kwaliteitsscore heeft dan de verzekering die jij gekozen had. En met dat verschil dat, zoals jij zegt, dat een vrijstelling belangrijk is voor jou, wel, als je terug 3 maal zou moeten opgenomen worden, bij de verzekering die jij gekozen hebt, ga je dan 3 maal die vrijstelling moeten betalen, want die is per verblijf. Ja. Bij onze beste koop is dat per jaar. Okay. En het bedrag is ook lager. Wat de eenpersoonskamer betreft, waren eigenlijk beide verzekeringen gelijk. Maar wat de globale dekking betreft, was zeker onze verzekering beter. En de prijs was ook een belangrijke. En die is eigenlijk, is het misschien een beetje een vertekend beeld, want de prijs van onze beste koop is eigenlijk in het begin duurder. Maar je hebt steeds die evolutie naarmate dat je ouder wordt. En dan wordt onze beste koop wel een pak goedkoper dan eigenlijk de verzekering die jij zelf had gekozen. Dat heb ik niet echt nagekeken. Ze reist ook graag. Is dat ook iets wat in de hospitalisatieverzekering die wij hebben uitgezocht, is dat ook iets wat goed gedekt is, een ongeval op reis? Die is gedekt, maar daar was haar keuze dan eigenlijk wel een beetje beter. Die had een wereldwijde dekking en bij ons was dat iets beperkter. En jij als reiziger of reizigster, Dunja, wist je eigenlijk welke verzekering je allemaal nodig had en welke dekking je boden wanneer je naar het buitenland trok? Ik heb dus zelf een reisverzekering op jaarbasis, omdat ik zelf uit de toeristische sector kom. Ik heb 6 jaar in een reiskantoor gewerkt. Ik heb die aan de lopende band verkocht, zodat mijn klanten goed verzekerd op reis gingen. Maar ik was mij er eigenlijk niet van bewust dat de hospitalisatieverzekering ook een deel dekt in het buitenland. Dus dat is weer iets dat ik bijgeleerd heb. Ja, dat klopt toen. Ja, er is een zekere overlap. Dus wat betreft een ziekenhuisopname zal zowel jouw hospitalisatieverzekering, zeker met een wereldwijde dekking, als jouw reisbijstandsverzekering dat betalen. Iets helemaal anders is het als je bijvoorbeeld, laat ons zeggen, bij een ski-ongeval in Oostenrijk zou moeten gerepatrieerd worden. Of als je daar vastzit omdat er lawinegevaar is en je moet 10 dagen langer blijven, dan gaat dat wel gedekt worden door die reisbijstandsverzekering, maar uiteraard niet door je hospitalisatieverzekering. Wil jij ook een hospitalisatieverzekering kiezen? Doe dan zoals Dunja en gebruik onze koopwijzer.